het lessenrooster van gezondheid en welzijnwetenschappen vinden we 3 uur biologie terug. Biologie is een natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen. Ook hebben we 2 uur lichamelijke opvoeding. Deze lessen vinden plaats in een sporthal die op minder dan 1 kilometer gelegen is van de school. We hebben 2 uur Engels in de week en 1 uur chemie in de week. We hebben 1 uur in de week geschiedenis. En 2 uur in de week kan je kiezen voor zedeleer of godsdienst. Meer specifiek rooms-katholieke godsdienst. We hebben 1 uur in de week aardrijkskunde en 3 uur in de week hebben we Nederlands. We hebben 1 uur in de week fysica. We hebben 2 uur in de week Frans en we hebben 4 uur in de week verzorging. Tijdens verzorging leren we over verschillende ziektes, hoe we deze moeten behandelen en hoe we deze ook kunnen voorkomen. 1 uur in de week ecologie. We hebben 2 uur in de week wiskunde. We hebben 6 uur voeding in de week, opgesplitst in 2 delen. Bij voeding leren we over verschillende voedingsbehoeftes bij verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de oudere mens, de kleuter of de zwangere vrouw. We koken ook af en toe tijdens de les voeding en hierbij leren we dus gerechten maken die bij verschillende doelgroepen passen, zoals bijvoorbeeld babyvoeding of voeding voor mensen met slikproblemen. We krijgen ook 3 lesuren per week opvoedkunde. 1 lesuur daarvan is richtingspecifiek. Daarin leren wij over de mensen en de maatschappij. Dus dan over breuklijnen en over verzekeringen en zo verder. En dan niet richtingspecifiek leren we over de mentale en de fysieke veranderingen die de mens doormaakt door heel zijn leven. Door heel het jaar werken we ook aan onze grip.